Ik zit hier aan de keukentafel bij mevrouw Kagei Klerks, die 94 jaar is, met heel veel mooie verhalen. En we gaan eens luisteren. Wat leuk dat ik bij u aan de keukentafel mag komen. Ja, ik vind het ook heel gezellig. Ik ben benieuwd waar bent u geboren? Dat wil ik eens eerst weten. Ik ben geboren in Boksel, in de Rechterstraat 32. Mijn ouders hadden een slagerij. Ja. En ik was de oudste van 10 kinderen. Oh, een heel gezin dus. Heel gezin. Goh. En dat pand waar u bent geboren is waar later slagerij Klerk zat altijd. Hè? Ja. Dat kan ik me nog herinneren. Ja. Uit de jeugd. Ja. Dat is nou de Wereldwinkel. Ja. Is dat pand? Ja. Ah, ja. Hoe was Boksel vroeger nou, toen u jong was? Net zoals de Rechterstraat in het centrum. Maar is dat nou... Bij ons de slagerij, die is naar de hand helemaal verbouwd. Het was een oude slagerij. Daar tegenover, daar waren allemaal hele kleine huisjes. Helemaal rechts woonden twee schoenmakers. Dat waren nog de nette huizen, zeg maar. Ja. En dan kreeg je allemaal hele, ja... Armoeige huisjes. Ja, armoeige huisjes, ja. En dat was toch in het centrum van Boksel? In het centrum van Boksel. En daarachter die huisjes liep een dommeltje. En er was een grote troep. Liep er ook een dommeltje echt in het centrum zelf? Ja. Maar er was één grote rotzooi, want het waren allemaal ratten. En het stonk daar als ik weet niet hoe, want op een gegeven moment werd ons huis verbouwd. En moesten wij daar in het huis tijdelijk slapen. Och. En dat was allemaal vies. En, het zag er niet uit zoals nou. Nee, het zag er niet uit. Nee. Want was het ook aangelegd? Hadden ze trottoirs? Of hadden ze... Ja, er waren wel trottoirs. En bestraat? Ja, gewoon bestraat. En s'avonds zaten de mensen buiten. Hè, de mensen... Aan de voordeur? Ja, aan de straat. En we hadden allemaal een bank. En die bank werd buiten gezet. En dat was het enige vertier wat de mensen hadden. Want de hele dag was het werken. En s'avonds als ze klaar waren, dan werd die bank buiten gezet. En dan zaten ze daar. En dan kwam iedereen zo maar langs gewandeld. En maakte een praatje of ging er ook even zitten. Och, wel leuk, ja. En dat was altijd heel gemoedelijk. En wij moesten natuurlijk naar bed. Wij gingen boven naar het raam. He, en dan werd van tijd gezegd, zouden jullie niet gaan slapen daarboven? Ja, leuk. He? Op een gegeven moment was er een smiep die... Ons smiep? Een zusje? Een zus. Die had wat wattenbolletjes en die stak ze aan. En die liet ze zo naar beneden wandelen. En toen riep iemand, oh, kijk toch eens die kop van Klerks. Dat was die koeienkop. Ja. Die spout vuur. Och, wat leuk. Ja, dat was de enige sensatie dan. Ja, dat was de enige wat we hadden. Ja. Tot het station was het dan bestraat met huisjes. Ja, dat wel. Dus het was de Rechterstraat, Stationstraat, dat was er nog. Ja. Ja, dat was het wel. Goh, ja. Wat is er nog meer veranderd in Boksel? Wat is er nog meer veranderd? Want Duinendaal. Duinendaal is natuurlijk ook helemaal, hè. Ja, dat was er toen al, hè, natuurlijk. Het klooster, het ziekenhuis. Het klooster, het ziekenhuis, ja. De pastorie, de bewaarschool. Bewaarschool, was dat die dan? De bewaarschool van de kleutertjes. Oh ja, die zat er tussenin, hè? Ja, die zat er tussenin. De markt was ook niet veel. Nee? Nee, er was ook niet veel, want er waren een paar kleine huisjes. En daar, die gingen door in het Rozemrijnstraatje. Dat was ook allemaal van die... Ja, van die arbeidershuisjes. Ja, nog minder. Ja. En dat ging allemaal weg. En toen zei mijn vader, ruim nou die hele boel op. En maak nou een grote markt. En dan in de Rechterstraat konden dan huizen bouwen. Dat hebben ze gedaan, dat hebben ze niet gedaan. Dus ze hebben daar weer gebouwd en daar weer gebouwd. Ja, dan staan er van die grote winkels. Nou kan dat nooit meer. En de Rechterstraat is veel te smal. Ja. En de markt is te klein. Ja. En daar hadden ze toen de kans voor gehad en dat hebben ze niet gedaan. Nee. Nou praat ik over wel, hoe lang? 17 jaar geleden? Waar meer? Over meer. Want dan was u nog maar een klein meisje toen dit allemaal gebeurde. Ja. Ja, dat klopt. En toen waren er ook geen auto's, hè. Er waren koetsen. Bij ons thuis hadden ze ook een koets en een paard. Een zwart paard. En waar stond die dan? Want er kon daar een stal en een koets. Ja, er was een stal achter in de tuin. Een stal jullie hadden wel veel grond achter. Ja, we hadden veel grond achter. Ja, een stal achter in de tuin. Ja. En naast ons woonde notaris Nieman.
Hè? En dat was een vrijgezel. Hij was een heel aardige man. Hij was niet getrouwd, hij woonde dan met zijn moeder en de gezelschapsdame van zijn moeder, juffrouw Maria. En die had een koetsier, Hendrik. En daar tegenover was een hele grote poort. Tussen die grotjes in, een hele grote poort. En daar stond zijn koets. En als je eigenlijk een koets had, dan was je toch wel van... Nou ja. Nee, maar niet iedereen had een koets natuurlijk. Iedereen had een koets. Wel, ja, tenminste, welke stelde... van stand. Burgers, laat ik zeggen, nou van stand, ja. Hè? Die hadden wel een koets. Die hadden toch wel... Ja, ze moesten een vervoermiddel hebben. Hè? Ja, en fietsen waren dus toch ook Dus de dokter had wel, een koets en... Fiets? Nee, fietsen waren ook niet. Het is allemaal later pas uit. Het is allemaal later pas gekomen. En die tijd heb ik nog meegemaakt. Ja, want hoe was dat voor u dat u voor het eerst een fiets en een auto zag? Dat heeft u natuurlijk ook wel heel bewust meegemaakt. Ja, dat heb ik wel bewust meegemaakt, ja. En u heeft altijd in Boksel, bent u daar gebleven of bent u verhuisd? Of? Nou, ik ben in Boksel eerst naar de lagere school gegaan. Ja. En toen ben ik naar pensionaat gegaan in Boksel. Pensionaat? Een pensionaat. En waar zat het hier in Boksel ook? Ja, eigenlijk? Op Duinendaal. Ach. Och ja, dat was toen een klooster en ja. Ja. En dan zat u dus een heel week intern? Van maandag tot vrijdag? Dan zat ik altijd intern. Ook in het weekend? Ja, helaas wel. En dus ik kwam dus bijna nooit thuis. Ik kwam bijna nooit thuis. En mijn ouders die dachten, als ze hier een Boksel doen, dan komt ze het weekend wel thuis. Maar dat mocht niet. Ik mocht maar één keer in de maand thuiskomen. En ik had ontzettende heimwee. Ja, kan me voorstellen. En het enige wat was, mijn vader en moeder gingen zondags naar de kerk, naar de hoogmis. En wij gingen normaal in de kapel naar de mis. Maar zondags gingen we naar de hoogmis in de Sint-Petruskerk. En dan stonden mijn ouders aan het trapje bij het catechismusdeurtje om mij even te zien. Oh, wat heftig. Ja. En waren ze dan verplicht? Want ik zou dan zeggen als moeder, kom maar gauw mee naar huis. Kom maar gauw. Of was dat iedereen altijd intern? Iedereen was intern. Oké. Dus dat kon niet. Ik was daar op pensionaat en dan moest ik blijven. En ik had me te houden aan de regels die nonnen hadden. Jee, ja. En normaal zou je zeggen, nou laat dat kind toch iedere week even naar huis, dan loop je vlakbij. Ja. Maar dat mocht niet. En u heeft daar dus een aantal jaar gezeten, dat was dus eigenlijk de lagere school. Dat was eigenlijk de lagere school, ja. En de MULO. En de MULO. Oh, die zat daarbij? Die zat daarbij. Oké. Ja. En toen kwam u daar vanaf? En toen bent u... En toen heb ik de MULO gedaan. Mm-hmm. En het was dan vroeger ook zo, je had dan natuurlijk studiebegeleiding. He, dus mijn ouders die dachten, ik krijg een goede opvoeding, studiebegeleiding. U bent eigenlijk dan opgevoed door nonnen? Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, dus eigenlijk, moeder had vroeger, wat deed die dan? Ja, moeder die was druk, die stond altijd in de winkel. Je moet je voorstellen. Het was ook natuurlijk omdat dat uw moeder meehielp in de winkel. Want als een moeder gewoon thuis was. Ja, dan had dat. Had u niet geweg hoeven? Misschien niet, dat weet ik niet. Nee, dat weet ik maar het was niet. Vroeger toch wel gebruikelijk dat de kinderen naar een kostschool gingen. Ja, want dan kregen ze een goede opvoeding, vond men. Ja. Maar bij ons thuis had het natuurlijk verschrikkelijk druk. Een hele drukke slagerij. Stonden van de morgen tot de avond in de winkel. Ja. Hè? 'S avonds was soms om 9 uur de winkel nog open. En dan moest de hele winkel nog schoongemaakt worden. Dan hadden we wel personeel. Maar toch. Maar toch. Ja. Hè? Ik bedoel het vlees nakijken en opruimen. Hè? De vleesmachine schoonmaken en dergelijke. Dat moesten ze allemaal zelf doen. Ja. En dan hadden klanten, die kwamen om 9 uur nog eventjes een half onsje halen. En bleven dan nog een half uur kletsen. Ja, dat kon allemaal. Dat kon allemaal. En 's morgens moesten ze weer vroeg uit. Ja. Ja, want dan heb je ook nooit zo'n hechte band gehad met het gezin, denk ik. Hè? Nee, dat klopt. En dat vind ik een groot nadeel. Ja, is dat altijd zo gebleven? Want ik kan me wel voorstellen nou, dat u ouder bent, dat u af en toe wel eens uw zus opzoekt. Of... Ja, maar dat is ook wel. Ja, maar je hebt geen gemeen... Nee, maar die echte band, nee. Hè, die hebt die warmte van een gezin, ja, die heb ik eigenlijk nooit gekend. Nee, goh. En dat vind ik een heel groot gemis. Ja, maar goed dat dat nou toch anders is. Hè? Ja, dat is inderdaad. Denk ik dan. Want dat is dan, inderdaad. Ja. Want ook de onderlinge... Maar... Nou heb je weer de man en vrouw allebei werken. Ja, maar je kinderen kunnen wel naar huis. Ja, nou, niet altijd. Nee. Het wordt veel tijd op school doorgebracht. Ja, en na schools opvang en zo natuurlijk. Na opvang, ja. Dat komt toch ook wel niet een zo geweldig. Terug. Nee. Nee. Maar toen bent u daarna naar de Mariënburg gegaan in Den Bosch? Ja, ik was eerst, deed ik mijn eindexamen van MULO. Ja. En
dat was dan zo, de Mulo had een behoorlijke opleiding voor u. Een middelbare opleiding was er niet. Nee. En trouwens, ze zou mijn vader ook nooit goed gevonden hebben, want wij mochten niet buiten Boksel, want dat was veel te gevaarlijk. Ja, was het ook zo. Dat vond hij. Dat vond hij. Hè? Want die jonge meisjes en dan had een bos in Eindhoven, nou dat kon echt niet. Dus ik haalde de Mulo en ging je 2 dagen of 3 dagen examen doen. En dat was toch behoorlijk zwaar hoor. Goh, ja. Op een gegeven moment moest ik examen doen voor aardrijkskunde. Dat was al niet zo mijn vak. En er zat een man en een begijntje. En die moesten mij examineren. En die begonnen over, ik moet u eens vertellen, de eilandjes in de Grote Oceaan. Nooit van gehoord, er is er niks van. En het begon al slecht. Toen, en wat hebben die voor middelen van bestaan? Ja, wat hebben die voor middelen van bestaan? Ik wist niet eens dat ze bestonden. Dat was natuurlijk al helemaal mis. En dan was het zo, je werd binnengeroepen. En toen bij de eind, dat lag allemaal samen. Maar degene die apart binnengeroepen waren, dat waren degenen die gezakt waren. Och. En jawel hoor, ik werd binnengeroepen. Gezakt. Ik denk, daar ga ik, hè, met mijn aardrijkskunde. Ja. Wat bleek nou? Ik had het beste examen gemaakt van de hele dag. Dus ik was stom verbaasd. En ik had inderdaad ook een prachtige lijst en er stond een prachtige 4 voor aardrijkskunde tussen al die andere punten. Dus, ja, maar ja, dat maakt niet uit. En ik kwam bij het hoofd van de school en ze zegt, jou feliciteer ik niet. Je hebt er niks voor gedaan. Was het ook zo? Ja? Dus je kon goed leren? Ik kon goed leren, ja. Oh, dat is wel fijn, ja. Ja, ik had inderdaad... Veel hogere punten, hè? En dan toen was er ook HBS en zo heette dat, hè? Ja. Dat was natuurlijk hoger, maar dat was dan buiten Boksel. Ja. Ja. En toen zei mijn vader, ja, wat doe ik nou? Ik heb toen Mulo gehaald. En ik had gedacht, zei hij tegen mij, dat was toen net afgekondigd, middenstandsexamen. Oh ja, middenstand, ja. Hij zegt, vind ik dat jij wel een middenstandsexamen moet halen. Oh ja, daar had ik niks op tegen. Dus dat heb ik gedaan. Ik ging op examen. En dan was een meneer, een heel aardige man, en die zei tegen mij, als je nou bij jullie in Boksel, in de Rechterstraat, de slagerij, Klerks, als je daar binnenkomt tot die poort, dan loop je daar zo naar achteren en dan kom je, zegt hij, daar in die worstkeuken. Ik denk, zo nou krijgen, hoe weet hij dat nou? Hij zegt, en dan wil ik met u eens over hebben, zegt hij, over de veiligheidswet van bedrijven en fabrieken. Nou, die wist ik. Dus hij zegt, dat snap hoor. En toen zegt hij, je moet tegen jouw ouders zeggen dat ik een knappe dochter heb. En je moet ze veel groter doen voor mij. Ik zeg, ja meneer, maar wie bent u, hè? Van wie moet ik zijn? Nou zeg maar van oma Wim. Dus ik kom thuis, ik zeg, ja, zo en zo. U hebt de groeten van oma Wim. Och, zegt moeder, dat is een hoofd van de school uit Eindhoven. Dat is Wim van den Heuvel en die is getrouwd met een nicht van mij. Och. Ja, maar leuk. Want ik dacht, hoe weet hij nou toch eens hemelsnaam? Hoe het er bij jullie uitziet. Hoe het er bij ons uitziet. Ja, dat is ook toevallig. Ja, zo van die vreemde dingen. Ja. Nou, toen had ik mijn examen gedaan en toen zei mijn vader, het was misschien wel iets voor jou om een zaak te beginnen. Ik zeg, oh papa, daar voel ik helemaal niks voor. Daar heb ik helemaal geen zin in. Hij zei, nou, dat was toch gezout een hele goede zaak voor ons. En ik zeg, ja, maar papa, ik voel daar niks voor. Ik zeg, ik had graag dokter geworden, maar dat kan ik niet. Want ik heb geen middelbare opleiding. Nee, oh, jammer. Ik zeg, maar dan wil ik graag verpleegster worden. Verpleegster zijn mijn vader. Nou, dat was ook al niet heel erg best. Want een zus van mijn moeder was verpleegster geweest. En die was getrouwd met een protestante dokter. En dat was 100 jaar geleden. Schand. Verschrikkelijk. Gebroeierd met de hele familie. Ja. En dat zou mij misschien ook wel overkomen. Nou, daar voelde hij toch echt niks van. Mij wou het eerst wel eens met de pastoor bepraten. Och, was het echt? Dat ging zo. Of je het gedaan hebt, weet ik niet. Maar ik liet het er niet bij zitten. Ik zeg, nee, echt, ik wil verpleegster worden. Nou, geïnformeerd. Maar als je vroeger verpleegster werd, dan kon je niet zo snel heel makkelijk daar terecht. Nee, je moest Mulo hebben. En je moest huishoudkunde hebben, 1 jaar. En er was geen huisarts voor, maar huishoudkunde. Dat was de vooropleiding voor huishoudleraressen. En die was er in een bos op Marienburg. Och ja, ja. Dat was die opleiding. En daar vond mijn vader geen bezwaar, want er was een internaat bij.
is ze weer mooi. Dus ik zat weer bij de nonnen. Wat verdikt dan. Maar dan was het in dit geval toch wel anders. Want wij waren dan al op een leeftijd van een jaar of 16. En wij mochten ze nu en dan de stad in. Gelukkig dat mijn vader dat niet wist. Want wij moesten natuurlijk voor het naaien en zo moesten we stoffen halen. Ja. Moesten we Janssen Kitselaar en, of garen of het een of het ander. En dan mochten we wel eens, maar de directrice moest het wel weten. En je kreeg een bepaalde tijd en dan moest je ook weer thuis zijn. Ja. Maar we konden dan toch wel eens eventjes de stad in. Het leven proeven even. Natuurlijk. Ja, leuk. En dat was leuk. Nou, u bent dus na de Marienburg bent u toch de verpleging gegaan. Ja. Toen ik dit... Want u was de oudste van de 10? Ik was de oudste van de 10. En ik had dit diploma gehaald en ja, nou moest ik naar een ziekenhuis. En ik hoorde van mijn tante, vroeger toen ik heel klein was, ben ik een paar jaar bij mijn tante geweest. Die had die naad in Gimmert. En die zei, als ik die nog maar mee mocht nemen. Dus daar ben ik een paar jaar bij haar geweest. En daar hield ik heel veel van. Dat was mijn peettante en de enige zus van mijn vader. En die had gedacht, in Vecht is een mooi modern ziekenhuis. Die hebben een opleiding en daar zit die dicht bij mij. Dus als ze vrij is, dan komt ze lekker eens naar Gimmert. Dat was ook zo. Het was een mooi ziekenhuis, een modern ziekenhuis. En daar ben ik mijn opleiding begonnen. Die opleiding was vroeger zo, je moest daar nog voor betalen. Dus je werkte daar de hele dag en je moest er ook nog voor betalen. Ja, want je kreeg niks voor het... Nee. En daar heb ik iemand ontmoet die mij gevraagd heeft om in het verzet te komen. Ja, dat lijkt me toch zo typisch. Was het een vrouw of nee, was het een man? Dat was een man. Dat was het hoofd van de school van Maria Heide. En dat was echt een bijzondere man. Die had allerlei adviezen en op een gegeven moment zegt die zuster... Hij zegt, ik zal u eens een goede raad geven. Als je nou eens ooit kennis krijgt en je zoekt een man... Neem nooit een egoïst. Hij zegt aan alle mannen mankeert wat. Maar dat is allemaal te overbruggen. En ons mankeert ook wat. Hij zegt maar, neem nooit een egoïst, want die denkt alleen aan zijn eigen. En dat heb ik nooit vergeten. Ja. Hij werd ontslagen en we liepen samen naar de uitgang. En toen zegt hij tegen mij, ik wil u toch eens iets vragen, zuster Klerks. Hij zegt, ik weet het, we hebben oorlog en het is... Toen was het oorlog, toen u daar in de opleiding was. Toen was het oorlog. Hij zegt, en er gebeurt veel, maar gelukkig, zegt hij, hebben we ook mensen die ook zorgen. Hij zegt, en dat zijn de mensen van het verzet. Hij zegt, zou er nog niks voor u zijn? Dat is ook spannend voor zo'n man om net te vragen. Ja, inderdaad, inderdaad, want hij gaf zich eigenlijk bloot. Bloot, ja. Ik gaf niet direct antwoord, het overviel mij. Toen zegt hij, ja, zegt hij, kijk, het is zo. Hij zegt, na de oorlog, zegt hij, dan is er voor jou een lintje. Ik zeg, ja, maar moet goed luisteren. Voor een lintje waag ik mijn leven niet. Nou, nee. Ik zeg, als ik het doe, dan doe ik het uit overtuiging. Ja. Hij zegt, ja, we zijn zo hard nodig en u zou er echt in passen. Ja, ik zeg, ja, ik doe het. En dat was mijn begin. Ja, want ik wou zeggen, dat hield in, dat u toch een heel... Ik heb hem nooit meer gezien. Nee, nooit meer gezien? Ik heb hem nooit meer gezien. Toen u zei, ja, dat doe ik, toen is het wel gaan rollen, maar hij is... Nee, maar dat was bij ons in het verzet. Wij hadden geen contacten met elkaar, we hadden geen vergaderingen. Dat ging allemaal heel erg geheim. Dat niet zoals daar hier bij de Campina, dat die mensen bij elkaar kwamen en met elkaar bespraken. Dat was helemaal niet, want dat was veel te gevaarlijk. En hoe had u dan contact met de andere mensen in het verzet? Ik had geen contact met andere mensen in het verzet. Alleen waar ik meer in aanraking kwam, waar ik moest in aanraking komen. Hè? Dus bijvoorbeeld, op een gegeven moment lag er een briefje bij mij op de kamer. En dat was, ik heb er toen niet bij nagedacht, maar later dacht ik, hoe komt die bij mij op de kamer die op slot is? Ik denk, die moederoverste, die was het hoofd van het ziekenhuis, maar ook, was ook het moederhuis van die nonnen. Dus die was er ook. Dus die, volgens mij heeft die ook in het verzet gezeten. Maar dat heb ik zo niet besteld. Er staat een briefje bij mij op de kamer. Wilt u zorgen? Er zijn enkele mensen van het verzet gepakt. En we gaan een overval doen. Wilt u zorgen dat er morgen om 10:00 op dat en dat adres een identiteitsbewijs is van een man van rond de 50 en een vrouw van ook ongeveer die leeftijd? Nou, was ik op de mannenafdeling en ik kon wel... bij die mannen in de kast, in die pakken rommelen, om te kijken of ik daar een identiteitsbewijs kon krijgen. Maar het was wel gevaarlijk, want ik was de leerling verpleegster en het was eigenlijk gewoon ordinaire diefstal. Ja.
En ja. Want niemand wist dat ik bij het verzet was. Dus ik moest bij iemand, willekeurig iemand, daar een identiteitsbewijs weghalen. Was dat niet spannend? Ja, dat was zeker spannend. Dat vond ik heel vervelend. Maar ik heb het wel gedaan en ik heb het ook gekregen. Maar hoe kom ik aan een identiteitsbewijs van een vrouw? Want ik kan een van de verpleegsters van de vrouwenafdeling, niemand weet dat ik bij het verzet ben, die kan ik niet vragen, want die kan ik ook niet, weet ik niet of ik die kan vertrouwen. Dus hoe kom ik aan een identiteitsbewijs van een vrouw? Ja. Dan was er destijds nog een station in Veghel, het Duitse lijntje. Ja, dat was er nog in gebruik. Ja. Dus ik 's avonds naar huis en het identiteitsbewijs van mijn moeder. En dan nam u dan mee en zij moest dan een nieuwe aanvragen. Ja, natuurlijk. Want mijn moeder heeft nooit geweten. Nee. Nooit geweten waar haar identiteitsbewijs is gebleven. Wat was voor die mensen natuurlijk heel vervelend. Dat was gewoon een hele rompslomp. En ze had het al zo druk. Maar ja, ik had geen keus. Ja. Dus ik haar identiteitsbewijs. En 's morgens om 10:00 stond ik voor de deur van die man die foto's ging plakken op die dingen. En verder heb ik ook niks gehoord of die overval gelukt is of niet gelukt is. Want zo veilig was het werk bij ons. Maar u weet ook nooit of het is gelukt of waar het terecht is gekomen? Nee. Of? Nee, dat weet ik niet. Oh. Een andere keer kreeg ik een boodschap. Er zijn 2 Engelse piloten. En die moeten daar en daar opgehaald worden. In Veghel, op een adres. En dan moet u zorgen dat u op ongeveer die tijd op het station bent. En dan zal er iemand zijn en die zal die 2 van u overnemen. En die heeft dat volgende wachtwoord. Nou, ik ga die 2 Engelse piloten ophalen. Hè? We konden geen woord wisselen, want die lui spraken alleen maar Engels. En het was natuurlijk veel te gevaarlijk dat iemand zou horen dat zij Engels spraken. Mensen waren netjes gekleed, natuurlijk in burgerkleren. Staan wij daar op dat stationnetje en komt daar een trein binnen. Een trein en er hingen ook Duitsers. Ik was in uniform. Kwamen de trein binnen en er hingen enkele Duitsers eruit en die riepen, ha, Schwesterchen. Oh ja. En ik ook. Heel vriendelijk lachen, denk ik, moest zweten, stak hier met 2 Engelse piloten. Oh. Maar die mannen moeten wel gedacht hebben, waar ben ik terecht gekomen? Ja. Ik dacht, ze vriendelijk zwaaide tegen die Duitsers. Tegen die Duitsers. Ja. En de trein vertrok, enkele mensen van het station gingen weg en er bleef daar een man bleef er staan. En die kwam op mij af en die zei het wachtwoord, nam de 2 piloten mee. En ik ging weer terug naar het ziekenhuis. Zo ging dat. Goh, dat was eigenlijk een heel netwerk eigenlijk. Dat was een heel netwerk. Bijvoorbeeld, ik moest joden wegbrengen naar een onderduikadres. En hoe ging dat dan? Kreeg u dan een briefje? Ja, of soms kwam er iemand. En die zei tegen mij, dat en dat moet er gebeuren. Maar die kende ik ook niet. Goh, dat was ook spannend, want voor hetzelfde geld probeerden ze u in een val te lokken. Ja, daar heb ik eigenlijk nooit bij nagedacht. Nee. Het voelde wel zo dat het menens was iedere keer. Ja. Op een gegeven moment kregen wij in het ziekenhuis 2, een Engelse piloot, allebei zijn benen afgeschoten, tot boven zijn knieën. Nou, dat was verschrikkelijk. De Duitsers hadden hem gebracht. Wij hebben hem heel goed verzorgd, alle verpleegsters en hij kwam niks tekort. Maar op een gegeven moment, ik had contact opgenomen met iemand van Verzet die ik kende en dat was Ted van de Heuvel. Hoofd van de school in Veghel. Die was wel bekend bij u? Die was wel bekend bij mij. En toen hebben we gezorgd dat er geregeld werd dat als hij beter was, was er voor hem vervoer en zou hij ergens ondergebracht worden. Waar wist ik niet? Nee. Want ik deed alleen maar dat voor mij opgedragen werd. Ja. Maar de leiding, die hadden eigenlijk, die regelde die zaken van het verzet. En ik had hem voorbereid en ik zei, je moet luisteren, je bent nou ongeveer bijna genezen, maar er komt dadelijk, er zijn hier mensen van het verzet en die zorgen voor jou. Jij wordt hier dadelijk opgehaald en dan word jij naar een plaats gebracht waar je veilig bent. Ja. En dan kunnen we kijken wat we kunnen doen. Nou, ja, dat was natuurlijk een hele geruststelling voor hem. Laat nou de dag dat dit zou gebeuren, 1,5 uur van tevoren de Duitsers komen om hem op te halen. Ach, ja. En dat was vreselijk, dat was echt vreselijk. Hij was helemaal ontredderd en ik keek naar mij. Want hij dacht, hebben ze mij nou bedonderd? Maar hij zag natuurlijk aan mijn gezicht ook dat ik ook vreselijk geschrokken was. Ja. En hij is weggevoerd en we hebben nooit niks meer van hem gehoord. En later dacht ik, hadden we nou maar, wij wisten het ook niet dat dit zou gebeuren.
Dat was stom toeval. Dat zij ons net voor waren. En dan maar heeft u ook nooit verraaien? Want voor hetzelfde geld had hij kunnen roepen, jij zei dat nee, ik... Nee. Dat is nee, ook natuurlijk. Al, hè? Nee, zo wijs was ik al. Ja, maar nee, bedoel hij, die piloot, oh, nee, had u kunnen varen. Ja, voor wie? Hoe zit dat nou? Ja, nee, gelukkig niet. En ik dacht later, kijk, dan hadden wij foto's van hem kunnen nemen. We hadden zijn nummer en alles kunnen... Die ouders in Engeland hebben nooit geweten wat er met die jongen gebeurd is. Nee, oh... Ja. En dan denk ik, wat spijtig dat we daar... Maar ja, het was toen allemaal zo hectisch. Ja, het was, ook fouten. Oorlog, hè? Ja. Je maakte ook fouten. Op een gegeven moment werd ik gebeld. Met Friet de Leijer. Ik sta hier in Sint-Oederode, want ik ben gevorderd met de vrachtwagen. En we moeten naar het front in Normandië. Hij zegt, ik ben zo bang. Ik zeg, nou, ik kom naar jou toe. Na mijn diensttijd, ik naar Sint-Oederode. Daar stonden al hele rijen vrachtwagens met chauffeurs. Die waren allemaal gevorderd en die moesten naar Normandië. Dan zou dat groot offensief zijn. En daar moesten ze naar vertrekken. En Friet was er ook. Hij zegt, ik ben zo bang. Ik zeg, ja, dat kan ik me wel voorstellen, jongen. Ik zeg, het enige wat je kunt doen is proberen er tussenuit te knijpen. Ja, zegt hij, maar dat durf ik niet. Ik zeg, ja, één van de twee. Of je gaat naar het front, of je moet zien dat je... Ik wil hem wel helpen. Er liepen wat van chauffeurs rond, want die mochten niet weg. En er stond daar stond een wacht met een groot geweer. En daar helemaal verder weg stond ook een, ook mijn groot geweer. En wij liepen maar alsmaar op en neer, op en neer. Ik zeg, Friet, als je nou weg wilt, dan moet je precies doen wat ik zeg. Oh. Moet je direct reageren. En op het midden van die wacht die daar helemaal in stond en helemaal daar stond, en die ons al steeds op en neer had zien lopen en niet direct zo alert waren, want we waren al zo vaak. Hè? En viel u niet op tussen die mannen? Omdat ze dachten, wat doet zo'n vrouw hier nou? Ja, die hebben natuurlijk goed gezien dat ik een vrouw was. Ja. Maar die dacht, die komt die man opzoeken. Ja, die denkt, het is een vriendin of zo. Of zo. Ja. Hè? Dus, en eerst werden we wel in de gaten gehouden, maar doordat wij zo dikwijls op en neer liepen, waren we ongeveer half weg, half in het midden. En ik zei, links afslaan en rennen. En Friet reageerde gelukkig meteen zijn straatje in, achter een huis, achter een schuur. En we hoorden al knallen, schieten. Ze hadden al... In de gaten. Al ontdekt. En wij bleven ons doodstil houden. Het was natuurlijk heel spannend, of ze ons zouden vinden. Maar op een gegeven moment hoorden we niet meer schieten. Ja, wat doen we? Ja, we moeten dan maar naar Boksen lopen vannacht. Hè? Naar Boksen, maar we konden natuurlijk niet over de wegen. Want het was veel te gevaarlijk. Dus we moesten helemaal binnendoor, over sloten. En mijn kousen en alles was kapot. Oh. Hè, van die braamstruiken. Oh. En 's morgens tegen de morgen kwamen wij in Boksen aan bij ons thuis. Die bij Frieden. Bij ons thuis. Ja, maar dan zouden ze hem kunnen goed komen gaan halen. En ja. Mijn vader belde op naar de Leijer en daar waren de Duitsers aan geweest. En die... Maar die mensen waren natuurlijk heel onbevangen, want hij was er niet. En die wisten ook niet waar hij was, want die dachten niet beter dat ze zitten als ze door de rode. Ja. En toen is hij meteen ondergedoken. Ik ben ook een week thuis gebleven, want ik dacht ook... Wie weet, dat is en mijn... ik had maar gebeld naar het ziekenhuis dat ik ziek was. Ja. Want ik kon daar natuurlijk geen uitleg geven. Nee, en uw vader, want die kwam er toen in één keer achter van, potverdikkie, waar is onze dien mee bezig? Nee, daar heeft hij zich helemaal niet over verbaasd. Want hij wist dit toch niet? Nee, dat wist hij niet. Maar hij dacht, die kent Friet goed van de tennis. En die heeft hem geholpen. En die is hem opgezoeken en toen zijn ze er tussenuit. Maar die maakte niet het verband in bij het verzet zat. Nee. Want daar wisten ze helemaal niks van, daar mochten ze natuurlijk niks van. En zij is ook niet tegen u van, waar ben je mee bezig? Nee, dat hebben ze ook niet gezegd. Goh, onvoorstelbaar. Ja. Een aparte tijd toch geweest. Ja, dat was het. Ja. Was u niet bang in de oorlog? U had natuurlijk toch ook wel het alarm gehoord dat je de schuilkelders in moest. Ja, bij ons thuis was dat, maar ik was dus niet thuis. Maar bij ons thuis hadden we drie grote kelders onder het huis. Dat waren echt kelders die helemaal goed met gewapend beton. Dus wij hadden in de oorlog altijd alles open. De voordeur bleef open. Achter de tuinen, de haken waren allemaal doorgedaan. Dus als het alarm kwam, kwamen al die mensen uit de rechterstraat met een geldkistje, met de pajotjes in de nachtjapon. Bij jullie in de kelder? Bij ons in de kelder. Ach, wat mooi zeg. Ja. Mijn vader had een keer van de beur van de winkel zitten tellen, het alarm gaat. Hij laat het geld liggen in de kelder. Iedereen binnengekomen,
geld lag allemaal nog netjes op tafel. Oh, het is toch wel heel bijzonder. Ja. Maar zo was dat vroeger. Ja. Het was een heel andere tijd. Ja, goh. Ja, en ze waren lang blij dat ze bij jullie, dat ze mochten schuilen natuurlijk. Ja, maar dat deden we voor elkaar. De mensen stonden voor elkaar klaar. Want hadden jullie eigenlijk in de Rechtstraat, was dat het enige huis met schuilkelders? Of waren er wel meer die dat hadden? Ik denk dat wij het enigste huis waren. Ja. Voordat ik naar de wijk ben gegaan, ben ik nog hoofd van de zuigelingafdeling geweest een tijdje. Dan was ze hier in het ziekenhuis. Op Duinendaal. Oorzieken op Duinendaal. Duinendaal, ja. En dat was nogal gevaarlijk, want de staf die zat daar in de huis van Ferry Verrooy, daar op de Mosweg, die huizen waar later die inspecteur van politie is geweest. En daar op die hoek, daar hadden zij gevorderd en daar zaten zij. En in die richting kwamen steeds die granaten. En wij lagen net met die punt van het ziekenhuis, lagen wij net in die in richting. In die lijn, ja. En dat was bedoeld voor die hoge militairen die er waren. En op een gegeven moment, toen was ik een baby aan het wassen. En er komt een granaatscherf, net boven mijn hoofd, in de muur. Schiet je in de muur vast? In de muur vast. En toen hebben we de mensen allemaal uit de kamers gehaald, allemaal op de gangen. En toen hebben we ze, konden we in Stapelen komen, in die kelder. En daar hebben we het hele ziekenhuis geëvacueerd naar Stapelen. Waar dan? In het internaat, zeg maar, van Stapelen? We hebben een heel souterrain onder Stapelen. Een heel groot souterrain. Wauw, ja. En daar konden wij met het hele ziekenhuis in. Op een gegeven moment was ik s'nachts daar en er werd een kindje binnengebracht. Ik weet nog van wie. En de kind was helemaal... Kijk, we hadden geen zeep. Hè? De luiers werden gespoeld. Ook van het ziekenhuis en van zieke kinderen. Daar stond een grote bak daar tegenover in die schuur. En al die vuile luiers, poepluiers en alles werden allemaal daar gespoeld. Alleen het water werd dan vernieuwd, maar zeep hadden we niet. En de kinderen kregen die luiers, die zagen er natuurlijk grauw en smoezelig uit. Hè? Maar het was niet anders. Maar het was niet anders. En de kind kwam binnen en er was fel over been, want... Diarree. Dus ik moest dat kind een infuus geven. Nou, en in het lichaampje gewoon een velletje over been. Nou, dat vond ik afschuwelijk. Ik denk dat kindje was van 8 maanden of zoiets. Oh god, ja. Het heeft het niet gered. Nee, het heeft niet gered. Het ging dood, s'nachts. Dus ik moest dat kindje wegbrengen en ik ben het ziekenhuis uit. Ik kon net oversteken en daar stond dat lijkenhuisje, was daar, stond al op de hoek. En ik ben net in het lijkenhuisje en dan begint het weer. Granaat begint. Ik denk, goh, wat doe ik? Hè? Ik had dat kind bij me en ik ben met dat kind onder een kist gaan liggen. Er waren twee mannen, die waren op de Liemse weg, waren die geraakt. Zijn er verschillende mensen daar gedood en twee van die mensen die lagen daar. En dan ben ik onder die kist gaan liggen, want ik denk, het was maar een halfsteens muurtje. Ik denk, als zo'n granaatscherf komt, dan komt hij in ieder geval eerst... Op die kist? In die kist. En ik denk, hier ben ik het veiligste. En later heb ik gedacht, nou, zo'n toestand. Ja, toch veel meegemaakt, hè? Ja, toch wel veel meegemaakt, ja. Heeft u daar nooit zoiets aan overgehouden? Nee. Emotioneel? Toch een... Nee. Nee. Maar traumatische ervaring, maar zo net zo. Want ik zie net, toen je vertelde van die piloot, dat hij zo weggehaald werd. Dat u daar even geraakt werd, hè? Daar kreeg ik toen ik dat vertelde, toen kreeg ik gewoon maagkramp. Oh, ja. Toen denk ik, oh, wat verschrikkelijk. Ja. Wat verschrikkelijk. En het ergste is nog dat wij niet die mensen hebben kunnen waarschuwen. Ja. Dat die ouders niks geweten hebben van die jongen. Ja. Ja, dat zijn dingen en die kun je niet goed meer hebben. Nee, dat kan me voorstellen. En ik denk er ook liever niet meer aan. Nee. Ik kijk nooit naar oorlogsfilms en al dergelijke dingen kijk ik nooit naar. Nee. Helemaal niet. Weet je wat het is? Ik laat het liefste allemaal achter me. En u weet het allemaal al. U hoeft het niet meer te zien. Nee, zo is het toch ook, hè? Nee, daar heb ik geen behoefte aan. Nee, ik kan me voorstellen, hoor. Want hoe lang bent u in de wijkverpleging geweest? Nog niet zo gek lang. Ik denk een jaar of 4. En toen kreeg ik kennis met Eve. En in die tijd was het zo, dat was niet verenigbaar. Je kon geen wijkverpleegster zijn en getrouwd. Nee, dat was toen. Dat was toen klaar. Zo. Ja. Dus we hadden vergadering en ik, dokter Hoek was toen nog de voorzitter. Ja. En hier ligt, zuster Klerks, hier ligt een ontslagbrief van u. Ja, dat klopt. Hij zegt, waarom gaat u weg? Dat vind ik heel spijtig. Ik zeg, ja dokter, ik ga trouwen. Ja. Oh, zegt hij, ja.
dan is er niks aan te doen. En het is natuurlijk ook zo, als je wijkverpleegster bent, 's morgens vroeg op de fiets, de hele dag ben je bezig, 's avonds laat ben je bezig, de consultatiebureaus en alles. Kijk, als je dan kinderen krijgt, nou heb ik die toevallig niet gekregen, maar als je dan kinderen krijgt, ja, dat is... Dat kan ook niet. Nee. Je kunt geen twee volledige... Nee. Dus... Nee. Maar het is wel jammer dat ze al bij voorbaat zeggen, zo, u trouwt dus, hier is ons... Ja, dat was vroeger. Want voor hetzelfde geld. Maar ik praat natuurlijk van 70 jaar of 80 jaar geleden. Want ze toch altijd hard moeten leren, lang moeten studeren. Ja. En dan... Ja, maar ik heb het toch nog altijd, ben altijd nog gaan vervangen. Ja? Ja. In S vervangen, in Liemt vervangen. Ja. En de burgemeester van Liemt, die was ook voorzitter van het Witte Gele Kruis. En ik had druk, want er waren veel zieke patiënten en ik had een kleine Volkswagen. Dus ik moest iedere keer naar Liemt, hè, soms 2-3 keer per dag. En toen dacht ik, ik had al een week of 14 dagen had ik daar vervangen. En toen denk ik, nou, ik zal naar hem toe gaan om af te rekenen. Toen zegt hij, ja, mijn zuster zegt hij tegen mij, moet u daar geld voor hebben? Hij zegt... Uw man heeft toch een salaris? Och, jeze, ja. Uw man heeft toch een salaris? Ik zeg, burgemeester, ik zeg, als uw dochter dadelijk een baan krijgt, dan zegt u toch ook niet, die hoeft niks te verdienen, want ik heb een baan. Ja, ik verdien zoveel. Ik zeg, alleen al met mijn auto moet ik steeds, en ik verdien al zo weinig. Ja. Ik moet met mijn auto iedere keer op en neer naar Liemt. Hè? En het is toch normaal dat ik daarvoor betaald werd. Maar tussen twee haken zoveel betaald worden. Al die tijd dat ik daar hoofd van de kinderafdeling was, verdiende ik ook geen cent. En waarom niet? De nonnen die hadden daar de leiding. En die hebben waarschijnlijk mijn salaris altijd ingepikt. Want op een gegeven moment dacht ik zal eens naar de econoom gaan. En ik zeg, ja, zuster, nou werk ik hier al zo lang. Ik heb nog nooit iets verdiend. En toen zei ze, nee, dat kan ook echt niet. Want het was allemaal zo duur en zo, maar u mag wel wat textielpunten hebben. Wat zijn textielpunten? Wij kregen allemaal kaarten en daar waren punten op. Textielpunten, vleespunten. En van zo'n punt die leverde je dan in en dan kon je, daar kreeg je iets voor. Maar je moest ook nog betalen, of niet? Of dan was het gratis? Ja, nee, je moest betalen. Maar zonder die punten... Kreeg je helemaal niks? Kreeg je niet, want alles was geransoneerd. Ook al had je geld? Ook al had je geld, je kon het niet kopen. Dus toen kreeg ik textielpunten. Mm. Oh ja, daar heb ik toen ook handdoeken voor gekocht. Daar was ik toch wel blij mee. Maar, maar van de andere kant, het is natuurlijk geen stijl. Nee. Er is toch altijd wel weer... Ja. Wat ik zo dikwijls hoor, is toch dat die nonnen... Dat er toch, ze hebben natuurlijk ook heel veel goede dingen gedaan. Ja, maar dat hebben ze ook. Wat verdikkie. Ja. Ja. Hè? Ja. Maar het was wel zo. Als je in het ziekenhuis was, het hoofd van de afdeling was een non. Ja. He, ook al had hij minder diploma's als jij, de nonnen had dat. Die hebben toch wel macht gehad. Hè? Ja. Ik was bevriend met de directrice van het ziekenhuis, de Tissier. Heb je die nog gekend? Nee. Was de directrice van het ziekenhuis en die had al gezegd, we hebben nou een moederoverste. En ik heb er helemaal niks aan, want ja, zij had natuurlijk in het ziekenhuis, maakte zij van allerhande zaken mee. En dan wilde dan met die oversters over hebben. Maar dat kon er helemaal niet, want stond ze helemaal niet voor open. En toen hadden die kinderen, die hadden kregen nog geen melk. En toen moest ik voor het ziekentridium, moest ik het een en ander hebben. En dan moest ik haar gaan vragen. Dus ik kom daar, ik zeg, ik wou eens even komen vragen, kan ik dan voor het ziekentridium? Nee, dat kon niet. Ik zeg, nee, dat dacht ik ook wel. Hoezo dacht ik dat ook wel, zei ze tegen mij. En ik zeg, nou, moeder Hoversen, ik zeg, die kinderen, die jonge kinderen, ik zeg, die, omdat ze thuis niet hebben, moeten gaan dienen in een ziekenhuis. Ja. Totaal geen begrip van infectie. Ik zeg, thuis het al niet te breed hebben. Ik zeg, die dan een beker melk die ze hard nodig hebben, nog wegnemen. Ik zeg, daar heb ik niet veel vertrouwen in. Goh, was het toch kwaad? Ja, was het kwaad. Oh. Ja. Maar ik dacht, ik kan het zeggen. Ja. He, ik denk, ik zal het jou eens even om mijn neus wrijven. Ja, maar ze heeft er niks mee gedaan. Dat weet ik niet of ze er iets mee gedaan heeft. Nee. Dat weet ik niet. Ja. En heeft toen, u dat dan ook zo gevormd in uw verdere leven? Dat, natuurlijk, dat ontkomt er niet aan. Ja. Dit zijn dingen... toen ik klein was, toen ben ik 3 jaar bij mijn tante geweest. Want die had geen aard in Gemert. En als ik die nou maar mee mocht nemen, dus daar ben ik 3 jaar geweest. Maar het feit alleen dat ik 3 jaar bij haar ben geweest. Ik wist niet van wie ik het meest hield, van haar of van mijn moeder. Ja, kan me voorstellen. Die dingen maken indruk op je leven. Ja. Wat je allemaal meegemaakt hebt. Je weet zelf niet hoe het een indruk maakt, maar het vormt u wel. Ja. Ja, maar heeft ze daar nooit geen last van gehad? Het lijkt mij dan ook wel
dat u zo bepaalde dingen in uw leven meemaakt, dat dat toch een soort kindspijn is van vroeger, waar u toch heel uw leven last van heeft. Ik weet het niet. Kan ik niet zeggen. Nee? Nee, dat kan ik niet zeggen. Misschien ook wel omdat u natuurlijk zoveel mee hebt gemaakt en met uw beroep. Ja. Zoveel ellende hebt gezien dat u nee, dacht... Nee, ik denk dat ik zo'n druk leven had. Dat dan was. Daar had ik geen tijd voor om daarover te parkeren. Er waren zoveel dingen en ik had zoveel ambities. Ik heb, toen ik getrouwd was, heb ik altijd nog lesgegeven. Ja. Ik heb lesgegeven op de huisartsschool. Ik heb lesgegeven op de Mater Amabele school. Ik heb cursussen gegeven voor de Boerinnenbond. Ik heb cursussen gegeven voor mensen die gingen emigreren. Ik heb EHBO-cursussen gegeven, cursussen voor het Rode Kruis, moedercursussen. En die maakte ik allemaal zelf. Goh, u was heel ondernemend. Ja, dat kan ik wel zeggen. Ja. Ik was wel ondernemend, ja. Op een gegeven moment, huisartsschool, heb ik toch wel een goede tijd gehad. Maar juffrouw Kup was de directrice en was een aardig mens. Ze kon er ook heel goed mee opschieten. Maar we hadden vergaderingen gehad en de leerlingen, de punten. En we wisten dus precies, die is er, die is gezakt, die is... En ik kom thuis en er was een elektricien. En die zegt tegen mij, och, zuster Klerks, mijn dochter, die is gewoon al dagen ziek. Ze kan niet eten en ze kan niet slapen, want ze is zo bang dat ze gezakt is. En ik zeg, och, het zal wel meevallen. Laat ze nou de andere morgen op school komen en zeggen, ik ben geslaagd. Want zuster Klerks, of mevrouw Kagij, ik geloof dat mevrouw Kagij al was, ja, die heeft gezegd dat ik geslaagd ben. Oh. Nou, dus ik werd bij Kup geroepen. Ze zegt tegen mij, nou, zuster Klerks, wat ik nou toch gehoord heb, u hebt al verteld dat ze geslaagd was. Ja, terwijl dat we het eigenlijk helemaal niet... En u weet toch wel, dat wij bij de docentenvergadering, dat er geheim is en dat dat niet naar buiten mag komen. Ik zeg, ja, dat klopt, daar heb u gelijk in. Ik zeg, maar ja, ik zeg, ze waren zo wanhopig. Ik zeg, het kind kon niet eten of slapen, ik had er zo mee te doen. Ik heb niet gezegd dat ze geslaagd was, maar ik zei, och, dat kan wel meevallen. Ja, zeg ze, maar dat is ongeveer hetzelfde. Ik zei, ja, dat is zo. Ja, ja nee, maar dat leek nergens, want als iedereen dat zo doet, waar blijven we dan en zo? Ik zeg, nou, dat weet ik goed gemaakt. Ik zeg, dan neem ik mijn ontslag. Ja? Nee, zei ze, dat wil ik niet. Oh, nou. Ik zeg, dan praten we er niet meer over. Ja. Ja, er zijn ook allemaal, iedereen moet leren van zijn fouten natuurlijk, hè. En dan zie je ook dat je zo op moet passen. Ja, ja. Ja, want het lijkt me wel, als u zo nou vertelt, doordat u altijd op moet passen wat u hebt gezegd en ook jaren onzichtbaar hebt moeten zijn. In ja, ja. Hè, dat is ook een kunst, hè? Ja, om ja. Een ding te doen ja. En niet op te vallen. Dat lijkt me al iets waar je heel je leven toch, net wat u zegt, oh nee, doe maar niet, dat is niks, ik wil niet in de belangstelling. Dat kan ook daar allemaal mee te maken hebben. Ja, dat is wel waar. Hè, want net wat ik tegen u zei, van vertelt uw verhaal eens, want dat vind ik zo interessant. Ja, maar ik wil niet in de belangstelling, Ja, dat is waar. Want het zijn toch van hele bijzondere verhalen. Er zijn er wel bij, ja. Die, ja. Ja, en ook bijvoorbeeld, we hadden het over bijzondere dingen. Hè? Ja. Wij kwamen veel bij Driessen. Even, ik kreeg toen kennis met een protestante man. Nou, en waar mijn vader ook zo bang voor was, gebeurde er. Eve speelde orgel, Jan speelde orgel, die kwamen altijd bij Driessen. He, wij zongen er altijd, ik zat in het dameskoor, kerkkoor. En op een gegeven moment komt er een protestante jongen, die was dan hoofdgebouw van de technologische dienst op het waterschap. En die kwam bij Driessen aan om te vragen of hij eens een keer op het orgel mocht spelen. Hij speelde orgel. En die trof daar onze Jan. En die raakte bevriend bij onze Jan. En onze Jan die dacht, ik neem hem mee naar ons thuis. En wij zagen elkaar. En ik was meteen verliefd en hij meteen op mij. Och, wat leuk. En mijn vader die zei nog, och, er was niks met ons zien. Zijn er zo van geweest, die weet niet zoveel. Die wil alleen maar verpleegster zijn en die heeft niks gezin in de man. Nee, zeg moeder, deze keer gaat het door. Maar toen ik kennis kreeg met Eve, was dat heel erg. Een katholiek meisje, nou, hij was van die hele strenge protestanten. Oh. En een katholiek meisje, nou, dat was het helemaal niet. En dan was ik ook nog jeugdleidster, was ik ook nog. En toen hij thuis is gaan vertellen, is zijn vader dezelfde nacht doodgebleven. Oh. En die heeft nog een brief geschreven van de paus van Rome, dat was de antichrist. En hij deed zijn vader zo verdriet en die is toen doodgebleven. En die brief kregen wij toen, daags daarna. Dus je kunt wel begrijpen dat wij niet prettig begonnen.
En toen, bent u ooit geaccepteerd in dat gezin? Niet erg. Niet erg. Toen ik kwam, zijn moeder is altijd aardig geweest, maar de anderen gaven me nog geen hand. Er is toch altijd dat dat geloof altijd zo'n macht heeft gehad, hè? Altijd. Nou, en zijn oom was dominee en bij het graf, hij had zo'n verdriet gehad van zijn oudste zoon, dat staat er daar. Dus je kunt wel begrijpen, dat heeft zo lang geduurd eer ik bij zijn familie geaccepteerd werd. Ja, ja. Ja, dat is toch wel, ja, dat is niet prettig. Wel heel echte liefde geweest. Ja, dat was het wel. Dat was het zeker. Ja. Ja, dat was het zeker. Ja, dat je ondanks al die ellende toch zegt, wij gaan ervoor. Ja. Precies. En het geluk was, hij studeerde op de Vrije Universiteit. Studeerde hij wiskunde, natuurkunde, scheikunde. En dan had hij met een paar vrienden, hadden zij eigenlijk al een beetje afscheid genomen van het protestant geloof. Want er waren zoveel protestanten, zoveel richtingen. Er waren twee professoren, waren dikke vrienden. Ze kregen ruzie over een tekst uit de Bijbel. Grote vijanden. Dus ze waren eigenlijk al een beetje... Al aan het afzetten tegen het geloof. Juist. Toen begon dat al. Toen begon dat. Ja. Maar die twee zijn niet katholiek geworden, maar Eve, ja, die kreeg toen kennis met mij. Ja, dat kon niet met de protestanten, ging niet. Oh, toen moest hij ook inderdaad katholiek. Katholiek dat was altijd. Je kon niet zo trouwen. Nee, dat kon natuurlijk dat deed ik ook niet. Nee. Dat deed ik ook niet. En hij had er geen bezwaar tegen. Is hij bij stapelen, is hij voor katholiek gaan leren. En moest hij ook opnieuw gedoopt worden. En toen is Jaak Driessen is zijn peetoom geworden en juffer van Hoofd is zijn peetante geworden. God. En die was weer een vriendin van mij vanwege het verzet. Ja. Ja. Nou zag ik bij u in de huiskamer zo'n bijzonder orgel staan. Vertelt u eens, hoe komt u aan dat orgel? Mijn man die speelde graag orgel. Hij zou altijd heel graag een pijporgel hebben, maar dat was natuurlijk erg kostbaar. En mijn broer die was met hem bevriend en die was ook zo'n orgelliefhebber. En die heeft naar de hand zijn veeartsenijstudie laten varen en die is in de orgelbouw gegaan. Dus dat trof twee zwagers, twee vrienden en Eve zei ik ga zelf een orgel bouwen. Maar dat was niet eenvoudig, daar heeft hij 20 jaar over gedaan. Echt waar? Ja. Dat werd gewoon een hobby in handen. Dat was een hobby. En vrienden die bij ons kwamen, die hielpen ook mee. En de hout heeft hij gehad van de oude bierbrouwerij van mijn overgrootvader. En die pijpen heeft hij allemaal zelf gesoldeerd. Zo. En zelf gemaakt. En zelf gestemd. Ja. Hij stemde in de kerk ook het orgel. Dat deed hij altijd. Want hij had een absoluut gehoor. Absoluut gehoor? Wat bedoelt u daarmee? Ik bedoel, als hij een toon hoort, dan weet hij welke toon dat is. Hij weet ook als die toon niet zuiver is. Oh ja? Dat hoort hij. Dus dat is een heel zuiver, scherp gehoor. Ja, en dat was wel eens heel lastig. Want als er iets was, bijvoorbeeld verkeer en wat dan ook, daar had je ook geweldig veel last van. Maar als kind al constateerde de kinderarts dat die jongen zo'n scherp gehoor had. God. Speelde uw man ook ergens anders als alleen thuis? Sint-Peterskerk. Och. In Sint-Peterskerk, bespeelde het orgel en Jacques Driessen stond dan voor het koor. Och, wel leuk. Ja. Maar dat is al lang geleden. Ja. Hoe lang is dat geleden dat hij het orgel bespeelde? Mijn man is nu 7 jaar overleden. Ja. En de laatste jaren was hij ziek, toen kon hij niet meer. Ja, dat spreek ik denk ik van 20 jaar geleden. Ja. Ja, het altijd even voor de kerk gedaan. Ja. En toen zei de deken van Pezouw, die kwam een keer en toen zegt hij, nou heb ik iets, ik wou jullie een reis geven naar Rome, cadeau doen. Ik zeg, nou, dat vind ik heel aardig, maar dat wil ik echt niet. Als wij naar Rome gaan, betalen we dat zelf. Het is niks meer dan normaal als je parochiaan bent, dat je voor de parochie ook wat doet. Ja. Hè? Ik zeg, maar ik vind het aanbod heel aardig, maar we doen het niet. Nee. Kwam een poosje daarna en toen zegt hij, nou heb ik iets en dat zal even blij mee zijn, de sleutel van de kerk. Hij zegt, hij moet iedere keer, als hij naar het orgel gaat of het orgel gaat stemmen of wat dan ook, moet hij iedere keer op de pastorie de sleutel komen halen. Ja. En hij zegt, dan krijgt hij de sleutel van de kerk en dan kan hij altijd in de kerk. Och, nou, dus zegt hij, daar ben ik heel blij mee. Ja. Ik wil u bedanken voor alle mooie verhalen. Ik ben echt onder de indruk van al het lef wat u heeft gehad in de oorlog. En het, ook het bijzonder wat u mee heeft gemaakt in het leven. En ook dat u toch, ondanks dat u zoveel mee heeft gemaakt, nooit de moed hebt verloren. Dat vind ik zo bijzonder. Ja. U bent altijd ondernemend geweest en altijd weer
ziet u weer nieuwe kansen en om er weer iets van te maken? Ik heb het althans geprobeerd. Ja, ik vond het heel, heel mooi om ernaar te luisteren. Nou, daar ben ik blij mee. Dankjewel voor dit mooie gesprek. Graag gedaan. Thank you.